Rogier, afgelopen maandag speelden jullie tegen Eindhoven. Jullie speelden een goede eerste helft. En in de tweede helft zwakte het spel een beetje af. Hoe komt het? Het kan meerdere redenen hebben. Ik denk dat het ook een stukje vermoeidheid is geweest vanuit de Fortuna Sittard. Ik denk ook mentaal een stukje, omdat je de eerste helft denk ik verzuimt om de wedstrijd op te beslissen. En je hebt ook te maken met een tegenstander die misschien wat agressiever is, wat sneller vooruit speelt. Dus het zijn een aantal dingen waardoor een wedstrijd iets kan draaien. Goed, daar hebben we over gesproken. En uiteindelijk is het ook, soms gebeurt er ook in het voetbal. Ik denk dat we hem eerder hadden moeten beslissen, dan heb je er geen last van. Aan ons zaak om dat te verbeteren. Na twee toch wel iets minder wedstrijden van jezelf heb je afgelopen wedstrijd tegen Eindhoven een geweldige wedstrijd gekiept. Hoe voelt dat na zo'n tijd weer? Ja, ik vond zelf dat Cambuur ook al een lekkere wedstrijd was. Maar ik denk dat daar genoeg over gezegd is. En dat was een lekkere wedstrijd maandag. Nou, zorgt dat dan ook weer voor extra zelfvertrouwen? Nee, ik kijk altijd gewoon vooruit en vertrouw altijd in mezelf. Ik heb denk ik een goede eerste seizoen zelf gedraaid. En inderdaad zat er een wedstrijdje tussen wat minder was. Maar algemeen is het gewoon een goed gevoel. En het voelt natuurlijk lekker dat je belangrijk bent geweest voor het team. Ja, en dan spelen jullie morgenavond tegen FC Utrecht. Een belofte elftal. Dat is weer het fenomeen van wat gaat er op papier staan bij hun in de basisof. Hoe kijk je naar deze wedstrijd? Niet zo naar de tegenstander uiteindelijk. Natuurlijk even tegenstander op speelwijze. Dus daar kijken we naar. En ja, dat kan verschillen per positie wie daar gaat spelen. Ik denk dat er goed tegen de voetbal is. Het is een ploeg die zelf wil voetballen. Die graag combinatiespel speelt. Maar ook ruimtes laat op het moment dat wij de bal hebben. Nou, ik denk dat we daar gebruik van kunnen maken en moeten maken. En uiteindelijk willen we die wedstrijd gewoon winnen. En dat zullen we morgen moeten doen.